welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik heb op Instagram vandaag een vraag gesteld. Mensen konden erop reageren. Ik weet niet hoeveel mensen erop zich hebben gereageerd, maar het ging over transitie. Omdat ik al het gevoel heb dat dat toch wel een heel veel tussen de mensen leeft eigenlijk. Dat mensen altijd heel veel vragen hebben als ze in mijn live komen. En we gaan eens kijken wat de vragen waren. Ik weet niet of er echt heel veel mensen op hebben gereageerd, dus het is voor mij ook. Ik moet natuurlijk wel eerst marcheren, anders dan komen we er niet op uit natuurlijk. Oké. We gaan eens kijken. De eerste vraag. Heb je al mannelijk geslachtsdeel? Dat is eigenlijk de heel meest gestelde vraag eigenlijk die ik constant krijg. Nee, ik heb geen mannelijk geslachtsdeel. Waarom niet? Voor mij hoeft dat ook niet. Ik heb ook gehoord dat dat een zeer zware operatie is. En momenteel heb ik zoiets van, door mijn beperking is het vooral heel moeilijk en zie ik nog niet echt iets in mijn hoofd van ja, ik wil dat natuurlijk, ik wil iedereen wel als nog meer als man eruit zien, maar daar ben ik eigenlijk nog niet mee. Nee, dus ik heb nog niet plannen of zo in mijn hoofd. Dat ik ook wel veel mensen hoor dat dat een heel zware operatie is en dat ik dat waarschijnlijk niet aan kan. Ik heb besloten om dat niet te laten doen. Ik ben blij met het lichaam dat ik nu heb en ook heel fier. Dus nee, ik ben niet van plan om eigenlijk daar een geslachtsdeel te doen. De volgende vraag. Wat vond je moeder zelf toen je het haar vertelde? Toen ik als eerste wist dat ik in het verkeerde lichaam zat, heb ik dat aan niemand verteld. Het is pas echt toen ik op televisie zag dat er heel veel aan kon gedaan worden, operaties en zo. Dat was zo'n programma op 1 toen op dat moment. En toen was het, als eerste heb ik toen naar mijn beste vriendin Miranda gestuurd om te zeggen van kijk, ik zit al lang in het verkeerde lichaam. Ik wil eigenlijk een jongenslichaam. Ik voel me meer jongen dan meisje. Maar dan kwam het natuurlijk dat je tegen je moeder vertellen. En tegen mijn moeder was eigenlijk wel heel moeilijk, omdat mijn moeder juist de diagnose gekregen had dat ze borstkanker had. En heb ik wel heel lang getwijfeld of ik het zou vertellen. Maar natuurlijk, ja, je hebt soms geen keuze. En ook in dit geval, je woont samen met je moeder. En dat is ook normaal. En dan weet je nog heel goed dat ik eerst een filmpje heb opgenomen voor YouTube. En dat ik dan eigenlijk dezelfde dag zei van kijk mama, kijk naar het filmpje. En dat ik het daar zo op verteld, omdat dat wel heel moeilijk lag. Omdat ja, je moet verstaan, jij hebt gezonde borsten en je gaat die laten wegnemen. Terwijl zij eigenlijk vecht om gezond te worden. En ja, dat was heel moeilijk. Maar mijn mama die reageerde daar wel, ja, wel een beetje moeilijk op. Maar ook wel van, oké, als je dat wilt, geen enkel probleem. Ik zal je steunen, maar dat is ook normaal. Dat was heel emotioneel. Ze had wel zoiets van, ja, als je borsten weg zijn, dan kan je dat al niet krijgen. Daar had ze wel, vond ze wel goed. Maar echt zo helemaal veranderen, wat toch wel... ze staat er wel moeilijk mee. Ik vind het zelf ook nog altijd moeilijk, omdat je vertelt dat dan tegen die mensen die het graag ziet. En die twee mensen die hebben het eigenlijk nooit kunnen meemaken, omdat ik dan pas ja, hormonen heb gekregen. Het is er op als ze al gestorven waren. En dat vind ik altijd heel moeilijk om daarbij neer te leggen, dat je weet van die mensen hebben dat nooit kunnen meemaken. Dat vind ik altijd heel moeilijk, maar de mensen die ik nu rond me heb... die weten dat ook, die hebben mij ook nooit anders gekend eigenlijk. Er zijn wel mensen die wel met mijn borst hebben geweten, maar die eigenlijk nooit mijn vrouwenstem hebben gehoord. En dat dat wel wat positief is eigenlijk. Het is meer op social media dat je er problemen mee hebt dan eigenlijk ergens anders. Dan, wat heb je dan voor vraag? Wat vind je zelf als je nu in de spiegel kijkt? Ben je tevreden of wil je nog dingen veranderen? Zo ja, welke? Momenteel heb ik eigenlijk niet zoiets van, ik kan ook dingen veranderen, want ik ben eigenlijk wel heel blij met wat ik nu heb. Ik ben blij met mijn lichaam. Ik ben blij dat ik nu op straat kan lopen en dan kan zeggen, kijk, mensen, zie je het, ik ben een man. Vooral in het zwembad, de allereerste keer dat ik ging zwemmen, was voor mij wel, aan de ene kant ook wel zenuwachtig, maar ook aan de andere kant zo'n trots van, kijk, ik kan nu eindelijk als mannenlichaam gaan zwemmen, eigenlijk als een jongen gaan zwemmen. In het begin moest ik altijd zo, ja... er nooit overtrekken, want ik deed wel altijd een zwembroek aan. Maar het was vooral om te kijken van hoe gaan mensen reageren van naar je toe. Maar eigenlijk viel dat eigenlijk nog maar heel goed mee. Het was er nu ook niet zo druk in het zwembad. Het was pas de tweede keer dat het heel druk was in het zwembad. Dat was vooral in Plopsaland.
Maar op zich ben ik wel heel trots en blij. Als we nog eens op Lopland gaan, ga ik zeker en vast beelden maken zodat je ook mij ziet in mijn bovenlijf. Maar ik heb momenteel niet zoiets van ik wil dit nog veranderen of dat nog veranderen. Waar ik nog heel vaak over nadenk is van moet ik mijn baard laten staan? Ga ik die laten scheren? Hoe wil ik mijn haar? Ik heb nu hetzelfde haar als mijn tante. Omdat ik dat wel mannelijk genoeg vind. Dus ja, ik ben altijd wel een beetje mee bezig van de looks om naar buiten te gaan. Vooral als je dan aanspreken, en dat heb ik wel heel vaak meegemaakt, dat mensen je aanspreken, en wat ik even op de knop druk, want anders gaat het te lang worden. Zo, mensen die me dan aanspreken van, ah, dag mevrouw, dan heb ik wel zoiets van als ik thuis kom, van, zijn mijn looks die langs de buitenkant niet zo goed of zo, en dan heb ik er wel een beetje zo van, hoe reageer je daarop, maar uiteindelijk probeer je dat toch wel bij neer te leggen, en zeg je van, ja, kijk, ook op mijn paspoort staat, sinds 2 jaar al een emmetje, dus daar ben ik ook wel heel trots op eigenlijk. En ja, ik vind het wel leuk. Als je kijkt of er nog vragen zijn, ik zeg het, die worden ook beantwoord op Instagram, want de mensen zitten helpen op YouTube. Nee, er zijn echt niet zo heel veel vragen gesteld eigenlijk, daar verschiet ik van. Maar ja, het is gewoon jezelf zijn en dat is het belangrijkste eigenlijk, om jezelf te kunnen zijn. En dat kan ik nu eindelijk, na zoveel jaar, want als je zo in een vrouwenlichaam zit, is dat niet altijd heel gemakkelijk om te zijn wie je wilt zijn, omdat je toch altijd geconfronteerd wordt van dag mevrouw. En ja, er staat geen steek op. Ik word aangesproken als meneer. En dat heb ik nu wel heel. En dat vind ik nu wel leuk dat dat nu wel is. En dat ook wel meer en meer gebeurt. En dat is wel positief eigenlijk. Ook mijn naam is heel snel veranderd geweest. Vanaf dat ik dat tegen iedereen verteld had. Ik zoiets van mijn naam moet nu veranderd worden. Ik ga geen 2 jaar wachten of zo om mijn naam te veranderen. Het moet direct 10 naam zijn die ik wil. En ik ben nog altijd heel blij dat het Sil is eigenlijk, want mensen spraken mij ook altijd aan als Sil. Vooral mensen die mij heel goed kenden. Dat was automatisch al voordat ze eigenlijk wisten waarom ik eigenlijk Sil wilde heten eigenlijk. Hè. Maar dat blijft altijd zo positief. Dus ja. Maar ik stel voor, moesten er nog vragen zijn. Ik kan begrijpen dat er mensen zijn die niet op Instagram zaten en die zoiets hebben van ik heb die dingen niet kunnen invullen of dit of dat, geen enkel probleem. Moest er nog vragen over zijn of andere vragen dat je zegt van dat wil ik echt eens weten. Je mag ze gerust hieronder in de comments stellen en dan gaan wij spoedig mogelijk uw vraag beantwoorden. Is dat 1 vraag, komt het gewoon in de vlogs voor. Zijn dat meerdere vragen, dan worden die behandeld in een video. Dus laat het maar gewoon weten, alles is goed voor vraag, zolang het maar een beleefde vraag is. Dus hebt u vragen of zo, of zeg je ja, ik vraag het wel als je eens een keer te luisteren, dat is ook allemaal heel goed, geen enkel probleem. Dus laat gerust uw vraag erachter. Ik praat er heel graag over, omdat ik ook andere mensen wil inspireren. Ik ben ook waarschijnlijk heel veel een voorbeeld voor heel veel mensen. Ik kan jullie ook aanraden om zeker eens te kijken op tussen de filmpjes, als je naar de playlist gaat, daar heb je van Rups naar Vlinder en daar zie je eigenlijk hoe mijn hele leven. Alleen hoe mijn transitie eigenlijk gegaan is. En daar kun je ook al heel veel informatie uit halen. Dus dat is ook wel heel interessant. En dan kan ik alleen maar zeggen dankjewel om te kijken naar deze leuke video. Ik hoop dat het interessant was. Doe zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik wil zeggen, zeg het voor. Dus moesten er vragen zijn, altijd welkom. En tot ziens.